binnenkort een hele fucking vette video. Ik heb allemaal dingen geregeld voor vandaag en zo. Dat is niet waar. Ik heb niks geregeld. Maar mijn snor hangt er wel nog altijd. Mijn video van gisteren is nu aan het renderen, dus ik heb mij aan mijn woord gehouden. Ik ben vroeg opgestaan vandaag om een video te editen. Het is nu 3 uur, dus eigenlijk ben ik helemaal niet zo vroeg opgestaan, maar oké. Het is prachtig weer om te skateboarden. That's very nice. En als het mooi weer is om te skateboarden, ja, dan ga je beter gaan skateboarden. Dus ik ga nu douchen. En als ik klaar ben met douchen, dan ga ik, weet ik wel, skateboarden of zo. Dus hey, peace and bye. Oké, vandaag gaan we een gekke skate video maken. Want ik heb een cameraman gefixt en hij heeft de vape meegenomen. Zo'n gekke vape, what the fuck. Is dat nu op 100 watt? Dat is het zwaarste. Zoals jullie weten, ik ben niet zo goed in vapen, maar we gaan het toch doen. Stabiel. Stap je, het begint te wennen, ik begin het te handelen. Smash zeker een duimpje omhoog op deze video. We gaan nu skateboarden door Blankenbergen, niet alleen. What the fuck? We gaan nu skateboarden, smash zeker een duimpje omhoog. Doe eens. Dit is de skatespot waar ik vroeger altijd kwam skaten. Zo. Dit is de haven, snap je? Dit is de mooiste plek van Blankenbergen. Eigenlijk, altijd fucking lelijk, bedoel, het is Blankenbergen. Maar hier kwam ik altijd skaten vroeger. Het is echt lang geleden dat ik hier nog ben geweest. Zie je die trappen? Dit waren de allereerste stairs die ik ooit gesprongen heb in mijn leven. Nu denk ik er eens naar, kijk, dit is echt al redelijk hoog. Ik weet niet hoe ik dit sprong toen ik 8 jaar was. Kijk, ze hebben een YouTube-t-shirt. Sowieso zo'n familie YouTube-channel of zo. Fuck up. Kijk, ik ga ze proberen te springen. Ik weet niet of het gaat lukken. Het kan zijn dat ik die auto kapot maak. Ik denk dat ik die auto gaat kapot maken, maar... Oké, ik kom dit springen toen ik klein was. Iedereen kijkt boos, what the fuck. Als er mensen beginnen te flippen, gewoon blijven filmen. Ook als politie komt, gewoon die camera laag houden. Ja, bla. Deze plek heb ik het meeste ruzie gehad ooit. Snap je? Die gebouwen die zitten vol met allemaal oude mensen die op pensioen willen gaan. Ik zie nu al mensen boos kijken. Film eens, kijk eens naar boven. Zie je allemaal mensen die boos kijken altijd, what the fuck. En ze waren altijd bang dat ik tegen een auto ging zitten. Zo, snap je, een skateboard vliegt niet in de lucht als je ollie doet of zo. Die gaat gewoon langs de grond. Dus ik snapte nooit waarom iedereen zo aan het zagen was en zo. Is zo, oké. Oké, we gaan voor de nice lijn. Gewoon die big spin op die shove it, op die varial kickflip gewoon. Zo gelukkig man, what the fuck. Er is zo tweede spot waar ik vroeger altijd kwam. Er is zo een minigap, snap je? Die is echt fucking klein. Maar hier heb ik al alles geleerd. Zo, als ik vroeger een beetje kon poppen van dingen, heb ik alles wel hier geleerd. Mijn conditie is aan. Ah, fuck. Fucking fucked up. Kijk deze nieuwe trick. Inward heel flip. Kut. Dat is inward heel flip. Ik heb die truc nog nooit kunnen doen, man. What the fuck? What the fuck? Dude. Fuck inward heel flip. Probeer het straks opnieuw. Deze spot waar ik nu zit, deze trappen, deze plek. Heb ik 3 jaar geleden of 4 jaar geleden een dubbel kickflip geland. Dus echt van deze stairs. Hey, het is wel een dubbel, hè, jongens. Wow. Van deze shit heb ik, toen ik, weet ik wel, 12 jaar of zo, een dubbel kickflip geland. En nu ben ik 18, dus nu zou ik die dubbel kickflip nog moeten kunnen, denk ik. Waarschijnlijk niet. Wat denk jij? Knik zo met de camera, wat je denkt. Hi. Eerlijk, dat gaat lukken of niet? Snap je, double kickflip is echt een hele lelijke truc. Dat is... bedoel... Snap je, dat was double kickflip. Dat is niet mooi of zo. Ga je
weinig geluk vandaag. Maar we blijven proberen. Dat was fucking sketchy. Dat was niet nice. Maar we gaan het nog een keer doen. Oké, ik ga half. Wat was het? Zo half. Ja, voetje. Ik voelde ook mijn voet op de grond op neer. Orde. Pak die hond, ja. 1v1. Zover. Kunnen jullie dat hebben gezien? Zover. Oké, we gaan stoppen met deze camera. Vanaf nu filmen we met de iPhone in slow motion. Ik heb wel de gewone kickflip hiervan gedaan, maar dubbel kickflip, snap je? Dat is bijna heel de tijd, maar door al zand en shit en door alles, fuck dat. We hebben goed geprobeerd. Vandaag was sowieso een van de gekste skate days die ik heb gedacht in de afgelopen maand of zo. We zijn terug op skateboarden, dames en heren. Over een paar maanden ben ik gewoon weer zo goed als vroeger. Ga ik beginnen aan mijn professionele carrière en dan ga ik stoppen met YouTube, snap je? Oké, ik ga naar huis. Oké, dat was de fucking harde skate video. Ik weet niet of jullie het leuk vonden, maar dat is dan wat echt zo de hele dag gebeurt. Wat ik doe, helemaal van spotjes veranderen en zo. En niet de hele dag op het skatepark zit, echt een beetje op de streets, you know. Yeah, bad. Ik vond het fucking leuk vandaag. Het is nu 8 uur en ik heb al gegeten. Ik heb dit gegeten, echt gewoon alleen dit. Daar liggen er nog fucking veel. Daar liggen er nog een paar. Ik eet alleen koekjes en ik drink alleen kraanwater, dus dat is wel chill. En er waren heel veel mensen die in de vorige video vragen hadden over mijn achtergrond. Er staat daar, I fuck with myself so heavy. Ja, dat is een grapje. Snap je? De mensen die geen Engels kunnen en 12 zijn. Dat betekent dus dat ik mezelf heel hard vind. Maar dat is een grapje. Ik vind mezelf wel hard. Oeh, dat was ook een grapje. What the fuck? Ik ging normaal livestreamen vandaag, maar dat heb ik dus niet gedaan. Ik ga nu gewoon nog een beetje chillen en nog een beetje praten tegen jullie als ik nog zin heb om iets te filmen. Morgen, de vlog van morgen. Er komt een pakketje toe, dames en heren. Hoewee. Sommige mensen weten wat het is omdat ze een livestream hebben gekeken, maar... Oei. Nieuwe winterjassen, daar heb ik echt heel veel zin in. Dus ik ga de vlog nog niet afsluiten, we gaan nog een paar leuke dingen doen. Ik sluit mijn vlog niet vlak op het juiste moment af, omdat ik niet weet hoe laat het is. Maar nu is het 10 voor 12 en ik ga mijn vlog eens proberen af te sluiten echt op de dag. Vandaag was echt een van de leukste dagen die ik heb gehad in een tijdje. Ik was echt vergeten hoe leuk het was om te skaten en het gevoel dat als je trickland is echt, what the fuck, de onbeschrijfelijk. Hoe even leek het alsof mijn oor geel was, what the fuck. Ik ben naar een film aan het kijken. Het is Watchmen. Ik heb die film al een paar keer gezien, maar ik ben hem nu gewoon nog eens aan het kijken, omdat ik nu wel brein heb om zoiets te begrijpen. Daarom kijk ik hem nu nog eens, omdat ik het nu wel snap en nu wel een fucking lijstje film vind. En vroeger vond ik het gewoon zo'n zwakke variant op die Avengers of zo. Wat absoluut niet is. What the fuck, dit is echt een geweldig film. Ik vond het vandaag heel leuk. Het was helemaal geen vlog eigenlijk. Het was iets tussen de twee. Ik weet niet wat het was. Een skate video of zo. I don't fucking know. Maar ik heb wel gefilmd wat ik heb gedaan vandaag. Ik heb alleen niet zoveel gepraat. Het was gewoon meer skaten en muziek en skaten en vooral skaten en muziek. Maar ik hoop dat jullie het vet vonden. Het was iets anders. Zoals ik al zei, ik ben niet echt een vlogger. Ik vlog wel, maar ik doe ook andere dingen dat gewoon heel dagen niks doen. Mijn sokken komen er ook zo snel mogelijk aan. Morgen krijg ik de berichten van de drukker en dan krijg ik alles en dan ga ik foto's nemen en dan ga ik de website zetten en alles. Oh, zo spannend, what the fuck. Jullie zijn er niet klaar voor, echt. Ik meen dat jullie zijn er echt niet klaar voor. Wat jullie de vette vlog vonden, smash zeker een duimpje omhoog als je het vet vond, smash ook zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je het vet vindt dat ik elke dag upload. Morgen is het al een week, what the fuck. Morgen ben ik gewoon al een week aan het vloggen. Morgen ben ik al een week aan het knol, what the fuck. Ladies and gentlemen, it was very nice. Thanks for watching this vlog. Kijk zeker de advertentie aan het einde van de video uit. Ik ben Acid. Tot de volgende keer. Bye. Ik eet niet graag in bed. Maar ik zie die dingen daar al heel de tijd liggen. En ik wil ze ook opeten. Maar ik weet niet of ik het moet doen. Fucking shit, let's go. Bye.